Zo, wat was dit voor wedstrijd voor jou? Bijna een comeback wedstrijd na zo lang niet koersen. Het was heel zwaar en ze gaven de kopgroep heel veel tijd. Er werd gewoon heel hard gereden om die kopgroep terug te pakken. Maar uiteindelijk kwam het eigenlijk pas echt laat tot ontploffing de koers. Ja, nou ja, dat is vaak in Luik zo natuurlijk. Jullie probeerden nog van alles in die finale. Ja, we probeerden. Kijk, we wisten dat we een beetje tekort zouden komen. Als de echte grote mannen gaan. Nou, uiteindelijk blijkt Michael Matthews nog veel beter te zijn dan we hadden verwacht. Dus als we dat vooraf hadden geweten, dan hadden we misschien toch net even iets anders gereden. Maar ik denk dat we nu een goede koers hebben. Greden zaten in ieder geval altijd mee als we werden aangevallen. En uiteindelijk worden we vierde, dus dat is niet slecht. Er zat nog één laag onder deze wedstrijd voor jou dan persoonlijk. Een vraagteken van hoe sta ik ervoor? Hè? Hoe kom ik uit die hoogtestage? Heb je daar antwoord op gekregen? Nou, ik was vandaag wel goed, maar niet super. Ik miste nog een klein beetje frisheid. Ik heb eigenlijk vrij hard getraind tot vrij laat in de hoogtestage. En ik kwam vrijdagavond pas terug. Dus het is misschien niet echt heel gek, maar ik had toch gehoopt net even dat een beetje beter wel te kunnen zijn. Maar het zat er net niet in. Ik ben nu ook niet helemaal naar de kloten. Ik kon net even niet diep genoeg gaan. Ik heb nog bijna 2 weken tot de Giro om die echte frisheid in ieder geval te krijgen. Maar het teken is wel dat de vorm goed is. Alleen moet die frisheid moet nog even wat hoger. Ga je de komende 2 weken het is nog geen eens 2 weken meer, totdat de Giro begint, wat ga je doen? Ja, wat specifieke trainingen. Een paar keer lang, maar zeker niet meer echt grote blokken met heel veel uren, wat ik natuurlijk op hoogtestage wel heb gedaan. Dus een beetje specifieker trainen, ook op de tijdrit. En wel thuis? Ja, thuis, ja. Dat is wel lekker even, denk ik ook. Ja, ik ben lang weg geweest. Ja.